Welkom Maagd bij jouw kaartlegging voor de advieskaarten. Het eerste wat ik nu ga doen is ervoor zorgen dat al de kaarten op tafel klaar liggen. Zo, al de kaarten liggen hier voor jou klaar. En we beginnen met de eerste kaart. En dat is de kaart van overgave. Het heeft geen zin om de kar tegen die steile helling op te duwen. Ga terug naar het begin. Laat je verwachtingen los. Er is een eenvoudigere manier. Als de tijd rijp is, zal er een nieuwe weg verschijnen. Het onbekende. Wees niet bang voor het onbekende. Dit is een periode van indringende verkenning en transformatie. Onbekend terrein leidt tot nieuwe horizonten. En dan hebben we de kaart van het avontuur. Probeer de huidige situatie niet te zien als hindernis, maar als een avontuur. Onderzoek de mogelijkheden. Er zijn veel meer dan je denkt. Of dan je nu kunt bedenken. Zie dingen niet als zwart of wit, maar onderzoek alle kleuren die ertussen liggen. En de antwoordkaart van de engelen is: maak je geen zorgen. Ja, ik denk dat dit de mooie achterliggende gedachte mag zijn voor die drie die elkaar eigenlijk in volgorde elkaar mooi opvolgen, hè. Misschien ben je wel bezig, hè, met die kaart tegen die steile helling op te duwen. En ja, deze kaart zegt van, dat is nu op dit moment niet de manier waarop dat hier moet aangepakt worden. Je bent dit aan het doen met een bepaalde verwachting. Je denkt dat dat een bepaalde oplossing gaat bieden. Dat je denkt dat dat een bepaalde uitkomst gaat bieden. Maar dat is niet zo. Plus, er is ook nog een veel gemakkelijkere manier, een eenvoudigere manier om dit te doen. Alleen is het op dit moment nog niet de juiste tijd om dit te doen. Nu, deze kaart zegt, maak je geen zorgen, hè? Het gaat in orde komen. Ook al is het nu niet de juiste manier om het te doen op deze manier. En ook al is het nu niet de juiste tijd om het op deze manier te doen. En dan raadt deze kaart jou eigenlijk aan om, ja, als je dit dan hier loslaat. Ja, je hebt nog geen nieuwe manier, hè? Op dit moment, je weet ook dat je nog even gaat moeten wachten. Dan zit je hier in het onbekende, je weet het even niet. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Weer, je hoeft je geen zorgen te maken. Het gaat in orde komen. Want ja, wees een keer nieuwsgierig. Van oké, okay, als ik het niet zo doe, dan kan het misschien wel anders? Kan ik zelf bedenken op welke andere manier het kan gebeuren? Of moet ik eventueel raad gaan vragen? En daar kan eventueel die transformatie voor jou in zitten. Het kan zijn dat jij tot nu toe iemand was die zelf eigenlijk oplossingen zocht en oplossingen bedacht. En de transformatie in jou kan eventueel zijn dat jij nu eigenlijk raad gaat vragen aan andere mensen. En daar is helemaal niks mis mee. Dat is heel menselijk, dat is heel normaal. En dat kan voor jou eventueel een grote stap zijn om die stap nu te zetten, om die raad te gaan vragen. En doordat je die raad gaat vragen, hoor je eens hoe de andere mensen naar deze situatie kijken. En dat kan ertoe leiden dat jij dat eens vanuit een heel ander standpunt gaat bekijken. En ja, dat kan weer een nieuwe wereld voor jou openen. Nu, het feit dat je het hier even niet weet. Misschien komt de inspiratie niet als je het zelf probeert op te lossen. Is het toch wel een stap, hè, om raad te vragen aan anderen. Dan zegt deze kaart van, probeer dit niet als een hindernis te zien, maar of als een obstakel, iets dat in je weg zit. Want ja, nee, eigenlijk was dit het obstakel. Je was iets op een verkeerde manier aan het oplossen en was er nog niet de tijd voor.
En dit is ook geen hindernis, want dit gaat jou helpen om nieuwe ideeën op te doen. Dus bekijk het niet als een hindernis, maar als een avontuur. Wanneer je zelf gaat nieuwe manieren gaan bedenken, denk dan vooral in mogelijkheden van stel dat het wel lukt. Hè? Ga jouw eigen ideeën niet direct gaan beknotten, ja, maar ja, het gaat niet lukken. Nee, stel dat het wel lukt. Ook als je raad krijgt van anderen, van, dat je eerst zoiets zegt van, ja, maar dat gaat toch nooit. He, dat je zelf met een belemmerende overtuiging zit van, over wat dat die andere persoon zegt. Dat gaat nooit lukken. Ja, stel nu, je ziet ook de vraag, stel dat dat nu een keer wel lukt. Waarschijnlijk, door jou daarvoor open te stellen, zowel voor hetgeen dat je zelf kan bedenken als voor de raad die je aan anderen gaat vragen. Jou openstellen, dat betekent ook van wat dat je zelf bedenkt of wat dat een ander jou als raad geeft, gaat dat niet direct afblokken. Laat dat binnenkomen. En dan kan het wel eens zijn dat je hier inderdaad wel aan een heel gamma van kleuren uitkomt, van oplossingen om dit of deze taak alsnog tot een goed einde te brengen. Maar weet in jouw achterhoofd, in heel dit proces waar je hier doorgaat, je hoeft je geen zorgen te maken. Zo, dit was jouw kaartlegging voor de advieskaarten. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.